5-1 verloren. Het is een grote uitslag. Maar we hebben denk ik verloren op effectiviteit. Ja, effectiviteit misschien wel. Maar dan reken je denk ik die laatste twee goals ook erbij. Hè. De eerste helft, Odin 5 keer bij onze goal geweest. En ze maken 3 goals. 1 keer pakt Anthony hem nog goed en 1 keer de kopbal op de lat. Ja, nou ja, dus dat hebben ze goed gedaan. Maar je mag ook naar onze eerste helft kijken. Ja, ik denk dat je daar de wedstrijd hebt verloren. Ja, dat doe ik eigenlijk ook op. Hè. Dat het vervolgens 4 of 5-1 wordt, ja, dat kan. Hè, want je gaat volop een aanval. Dus dan kan de 4-1 en de 5-1 vallen. Ook ongelukkig trouwens. Ja, de eerste helft, ja, we begonnen wel goed. Ja, maar dat was vrij snel, vond ik, wel klaar. Odin overal net een stap eerder, een stap feller. Daarin lieten we het ons de eerste helft gewoon overkomen. En op basis daarvan komen we zo ook op uiteindelijk op 3-1. Jammer dat die derde goal net voor rust nog valt. Hè, want we hadden wel een fase toen we die 2-1 maakten, dat het wel een stukje beter was. Maar ja, het was, mag duidelijk zijn dat het niet goed genoeg was vandaag. Eigenlijk een beetje een off day als ik jou zo beluister. Ja, nou ja, off day. Hè. Ik vind het gewoon zonde hoe we die eerste helft, hoe we het uiteindelijk daar hebben gedaan. Hè. Want als je begin tweede helft ziet en het grootste gedeelte van de tweede helft. Hè, zijn we gewoon goed aan de bal. Zijn we de betere. Hebben we de tweede helft, om ook heel eerlijk te zijn, niet heel veel kansen gecreëerd. Ik ben ervan overtuigd dat als je de eerste helft ook zo speelt als de tweede helft, ja, dat je absoluut niet met 3-1 achter staat in de rust. Dus daar moeten we gewoon even goed naar kijken en ook niet in de war raken. Uiteindelijk inderdaad wordt het 4-1, 5-1. Maar je begint ook voor mij ruim een kwartier voor tijd alles of niks te spelen. Hè, met 4 aanvallers en wat mensen achterin weggetrokken uiteindelijk. En dan weet je dat kan gebeuren. Maar dan is dat zo. Dus een verlies zegt eigenlijk meer iets dan over de uitslag, zo zeg je dat. Hoe bedoel je dat? Nou, kijk, of het nou 2-1 verliest hier of 5-1, dat maakt dan in dit geval niet zoveel uit. Nou ja, het stond natuurlijk 3-1 en de tweede helft, hè, wat ik zeg, hè, hebben we een goede fase, beginnen we ook een stuk beter de tweede helft. En dan is het jammer dat je daar de goal niet maakt. Hoewel we daar ook niet heel veel kansen voor gecreëerd hebben. Zo eerlijk moet je ook zijn. Maar ik heb heel de wedstrijd het gevoel gehad. De tweede helft van als we de 3-2 maken. En dan ontstaat er net even iets. En dat gevoel wat er ontbrak. Ja, dat ontbrak ook de eerste helft, zeg maar. En doodzonde. Maar ook niet in de war raken. Goed bekijken met elkaar. En gewoon weer op naar volgende week. Ach, nog 15 wedstrijden, dus je mag een keer verliezen, Julia. Ja, voor mij nog 19 wedstrijden nou. Oh, nog 19? Ja, nog 19. Nou, dus die ene wedstrijd maakt dan ook niet zo. Er zijn er nog 19. Ja, natuurlijk wil je elke wedstrijd winnen. Ja, dat kan niet. En je speelt wel eens mindere wedstrijden of slechte wedstrijden. Nou, laat dit dan de slechte wedstrijd zijn. De slechtste wedstrijd van het jaar die we dan gehad hebben. Dan is het goed. Maar al met al mogen duidelijk zijn. Niet goed genoeg vandaag. En dan verlies je ook terecht. Hè. Zo eerlijk moet je ook zijn. We kunnen van iedereen winnen in deze competitie. Maar zoals je vandaag ziet, we kunnen ook van iedereen verliezen. En we moeten zelf gewoon top zijn. Willen we alle wedstrijden gaan winnen. Nogmaals. Jammer, tikkie, balen. En weer door. Goede evaluatie en volgende week weer volledig staan. Ja, nee, tuurlijk. Hè. Wat ik net ook zeg, is geen man overboord. Maar ja, dit is wel even balen natuurlijk. Maar dat mag ook. En uiteindelijk dan ook, hè, op basis van de hele wedstrijd. En als ik dan naar mijn eigen ploeg kijk, ook op basis daarvan ook gewoon terecht verloren. Ja. En dankjewel voor het interview. Goeie terugreis. Yes, dankjewel. Tot volgende week. Goed weekend.